Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag doe ik iets waar heel veel om gevraagd is en dat is: waar shop ik online? Welke sites zijn goed? Waar zijn die hoge kortingen? Nou, ik heb er vandaag 15 voor jullie. Niet eens 10. Eerst zat ik even een 10 setup te maken, maar toen kwam ik erachter van ik ken eigenlijk zoveel sites, dus ik ga er 15 met jullie delen. 5 Nederlandse sites en 10 internationale sites. En bij die sites zitten ook geen invoerrechten. En de meeste sites heb ik ook gebruik van gemaakt, maar we gaan natuurlijk wel een beetje werken naar de beste sites. Dus blijf even lekker bij me. Knal vast op de like als je dit soort content waardeert en als je een Drip Donderdag supporter bent. En let's go. Vandaag gaat het vooral om designer kleding, maar deze sites hebben vaak ook gewoon Nike en misschien Adidas. Dus voor de mensen die niet op designers zijn, check gewoon voor de zekerheid wel die sites voor wat andere merken die jou aanspreken. Ik ga niet alle merken opnoemen die de site aanbiedt. Ik kijk zelf vooral voor de merken die ik toevallig ook vandaag aan heb. Versace voor de schoenen, Amiri vind ik vet, Palm Angels. Chrome Hearts wordt helaas niet verkocht bij deze sites, maar vind ik wel een vet merk op dit moment. De eerste site van vandaag is Mr. Porter, waar ik wel eens een keer heb besteld. En deze site gaat echt naar hoge kortingen. Op dit moment 60% op zijn hoogst, maar deze gaat nog zeker naar 70%. Ja, op zijn minst 30%, dus items die wat meer gewild zijn, bieden ook veel merken aan. Dus neem zeker even een kijkje bij Mr. Porter. Ze hebben ook gewoon een app. Ik heb me nu nog niet laten gaan, maar ik heb wel een paar items alvast geselecteerd in mijn wishlist en bij mijn shopping bag. Soms zit er korting op een product, maar is het nog steeds eigenlijk heel duur. Dus word niet te snel gek met 50, 60% korting. Je moet nog steeds denken, is het het waard? En sommige items zijn gewoon overpriced. Dus met korting is het dan nog steeds minder interessant dan een item wat niet in de korting zit, wat gewoon beter geprijsd is. De volgende site is Sense met dubbel S. Deze site heb ik een keer essentials besteld. Ik kom op de site. Shopman, Shopwomen, Shopman, 70% staat er dan. En dan Sort, Sale, High to Low. En dan kan je dus gelijk bij die items komen die je de meeste sale hebben. Nou, meestal zijn dat de minder vette items. Maar via deze manier kun je gewoon door al die dingen heen kijken wat het eerste is wat ik vet vind met veel korting. Veel van die merken daar heb je nog nooit van gehoord. Gele broek van Ralph Lauren, whatever. We gaan door. Soms items, jongen, what the fuck, Dion Lee. Nou, een merk waar ik vroeger wat meer fan van was, zie ik wel erbij staan. Van €500 naar 135, een NASA tasje. Het is nou niet dat ik het zou willen kopen, maar je ziet wel, er zitten wel wat goede items in de korting. Versace hoesje met zo'n grote Medusa kop van €200 naar €50. Nou, een normaal hoesje kun je ook zo €20 kosten. Het fijne is, dit is volgens mij uit Canada, maar ze hebben volgens mij gewoon een warehouse ergens in Europa, waardoor je niet dus voor die tax hoeft te betalen. Volgens mij, boven de €200 heb je ook dus vaak free shipping, daar zou je rekening mee kunnen houden. Dus tweede site, Sense. Aangezien ik dus 5 Nederlandse heb en 10 internationale, is het tijd voor de eerste Nederlandse. En we beginnen met de Bijenkorf, waar ik natuurlijk al best wel vaak shop online, maar meestal gewoon in de winkel zelf. Wat helaas nu niet kan, wat echt balen is, want soms zie je dingen in de winkel wat je niet online ziet en dan echt voor goede kortingen. En soms kan je ook de voorraad in de gaten houden, jongens. Dan klik je op je maat en dan zie je nog 4 beschikbaar. Bijenkorf staat op de website tot 70%. Ik heb daar die Versace Chains gehaald in het wit met 50% korting. Palm Angels vind ik ook wel een beetje in de gaten houden. 40% ongeveer op. Mensen die Off-White vet vinden, Heron Preston, Versace, Balenciaga, ze hebben het allemaal. De kortingen gaan steeds hoger worden. Populairste items gaan natuurlijk vaak al weg in de beste mate. Daardoor heb je soms net even mazzel. Hoe langer je wacht, hoe betere deals, maar hoe minder kans op vette items. Dus Bijenkorf, bijna iedereen kent het wel. Zeker in de gaten houden. Wat je het beste kan doen is gewoon elke week even kijken of misschien als je de tijd kan maken, elke dag even checken of de kortingen zijn gestegen. Volgende site, Selfridges uit Engeland. Nou, hier was ik laatst toevallig op. Ik heb hier nog nooit iets besteld, maar de kortingen zijn wel echt bizar hoog. Bijna alles is 70%. Nou, ik had een Amiri korte broek in mijn wishlist. Die was nog echt in veel sizes, maar dat is zo snel gegaan toen ik eenmaal al een account weer aanmaakte. Was hij al weg in mijn maat, dus niet besteld. Maar normaal is die broek €565. Nu zag ik hem voor €164. Best een goede deal, maar als je er nog steeds over nadenkt, €160 voor een korte broek die wel iets leuks heeft met wat kleurtjes erin,
is het nog steeds veel geld. Dus heel erg vond ik het niet, maar ik had hem bijna gekocht. Ik zag ook Palm Angels echt voor de gekste prijzen, maar helaas, dit ging super hard. Ze hebben nog best wel veel dingen in maat S staan. Ik draag wat meer L, dus voor de mensen die wat kleiner zijn, check ze nog wel even. Dat is ook meestal een ding, maat XS, XXL, die blijven meestal over. En de populaire maat zoals M en L, die gaan altijd flink hard. Helaas moet je dan soms dingen voor 30 of 50% scoren en niet wachten tot 70%. Maar zelf Wretches, zeker de moeite waard om te checken, vooral dus met kleine maten. Nummer 5, Harrods. En dit is een soort van bijenkorf in Engeland, een warenhuis. Helaas kon ik hier ook weer niet dingen vinden, maar wel echt hoge sale. Volgens mij 70%, ook weer de populaire merken, maar niet in mijn maat. Of niet echt mooie items meer. Maar zeker even checken. Misschien ben je fan van andere merken. Misschien hebben ze daar nog wel aanbod. Dus dat is mijn nummer 5. Gaan we door naar nummer 6. En dan gaan we weer naar het Nederlandse. En dit is Shubaloo. Dit zit in Amsterdam, Rotterdam, misschien nog op meer plekken. Nu gaat het om online. En ze hebben ongeveer 50% sale op veel items. Sommige dingen 60%. Ik heb ook Versace Chain Reactions gezien met 50% sale. Helaas wel de wat duurdere modellen. Dus die zijn 1000 euro en nu dan 500 euro. Ik heb gelukkig mijn witte chains voor 400 euro gescoord. De schoenen is al wel heel lang aanwezig. Dit zijn wel nieuwe colorways. De zilveren, de gouden en die andere vind ik niet zo heel erg mooi. Ze verkopen Alexander McQueen's, maar meestal de populaire modellen die gaan heel hard. Persoonlijk ben ik er niet zo heel erg fan van bij mezelf. De andere vind ik wel gewoon mooier. Even een paar merken die misschien wat aanspreken. Off-White, Burberry, Alexander McQueen, Alex. Love, fan. Hoge sale. Hopelijk iets in jouw maag wat je nog mooi vindt. Terug naar internationaal. Gaan we even naar Españole. Heraldo. Ik heb hier niet direct geshopt, maar wel via een andere die zo meteen hierna komt. Niet te gekke kortingen, maar hij staat toch even in mijn toplijstje. Beetje rond de 30%, maar wel veel. En dat is ook belangrijk. Dus je hebt sommige sites met hele hoge kortingen, maar die hebben gewoon haast niks meer. Denk aan Harrods. Maar dan heb je dus ook waar de sale nog niet zo hoog is, maar waar het wel wat hoger gaat. Ze hebben nog veel Palm Angels en gewoon andere merken die je misschien aanspreken. Ja, het is gewoon een goede site. Check hem. Gaan we door naar de volgende en dat is Farfetch. En dit is misschien wel een van de meest besprokene op mijn kanaal, dus deze heb je vast wel voorbij zien komen. Op dit moment 60% sale. En wat Farfetch doet, die werkt samen met shops zoals dus Heraldo of gewoon met Palm Angels. Dan komt het vanaf de Palm Angels Warehouse uit Italië rechtstreeks naar jou toe. Farfetch heeft gewoon mega veel aanbod en is zeker de moeite waard om te checken. En het grappige bij Farfetch is, sommige maten zijn goedkoper dan de andere maten. Waarschijnlijk ook door hun stok, omdat ze van dingen af willen. Meestal ook weer de moeilijke maten. Wat ik al gezegd had, Farfetch echt een app wat je op je telefoon moet hebben als je houdt van deals en van designerkleding. Door naar de volgende en dit is een van mijn favorieten van de Nederlandse samen met Bijenkorf en dat is Four Amsterdam. Op dit moment natuurlijk ook dicht, maar je hebt hier 60% op alles op de website en dan natuurlijk niet van hun nieuwe collectie, maar van hun Fall Winter collectie. Helaas heb ik het nog niet laten gaan, maar ik heb vaak bij Four geshopt. Dus voor Amsterdam, veel designer, veel van de hottest brands. Ze zijn meestal een van de eerste in Nederland die een nieuw merk bij hun hebben. Zoals Gallery Department. Dat is iets wat heel erg populair is in Los Angeles. Broeken met een flared onderkant, dus met wijde pijpen. Beetje dus die hippie stijl. En ik voel het ook al. Door naar de volgende twee internationale en de eerste is Ant. Naast dat Ant ook goed is voor launches met raffles, dus voor de gekste Nike's, is het ook gewoon een site die designer verkoopt. En hier heb ik mijn groene Palm Angels shirtje gehaald. Vaak is Ant wel helaas wat duurder, maar er is wel weer sale tot 60%, ook hier. Alleen, meestal hebben ze nog steeds de prijs van een item iets hoger, waardoor het niet helemaal klopt. Maar nog steeds, het is de moeite waard om te checken, want Ant heeft wel gewoon een groot aanbod, net zoals Farfetch. Check Ant voor raffles, maar ook voor sale. Volgende, volgens mij is het Italiaans, maar ik weet het niet zeker, Louis Avia Roma. Nou, Roma klinkt natuurlijk Rome, dus ja, daar denk ik dat het uit Italië is. Deze site was een van de eerste hoge korting, want toen er nog niet veel sale was, hadden hun al 40% of 30% discount. Ook op gewoon best op een normale Palm Angels hoodie die ik heb in het zwart, zag ik gewoon 30%, wel maatje XXL, die ik toevallig droeg. Maar ik had hem al, dus ik hoefde hem niet, maar ik stuurde hem wel even door naar mensen. Op dit moment valt hij een beetje tegen, ook al staat er nu sales starts now up to 80%. Als je dan naar de site gaat op dit moment, toevallig zegt hij 1 uur only, 40% of selected items met een ster. Dus deze site probeert je echt te triggeren om wat te kopen. Ook gewoon de moeite waard om in de gaten te houden. Louis Avia Roma. Terug naar Nederlands en dan gaan we naar Credo Den Haag. Daar zit deze shop. Ik ben er denk ik 2 keer geweest. Deze staat toch wel een beetje bij mij op nummer 4. Want ze lopen nog een beetje achter. De discount is tot 50%. Maar ik verwacht dat dit snel naar 60% zal gaan. Ik ben namelijk nog een Palm Angels vest in de gaten aan het houden bij hun. Want die is op het moment 40% off.
Want die is normaal 590 en nu 350. Wanneer dat misschien naar 50 of 60 gaat, denk 60, dan haal ik hem. Ja, ze hebben ook gewoon al de nieuwe collectie binnen. Gewoon een goede winkel. Misschien wil je het eens een keer checken. Maar Credo, toffe winkel, zit in Den Haag. Dus als je in de buurt woont en de winkels zijn weer open, ga het zeker checken. Maar check ze ook online, want ze hebben nog best wel wat items. Nummer 13, en deze is echt ook heel interessant. Matches and Fashion. Hier heb ik ook wel eens besteld. Deze site is een beetje Farfetch-achtig, maar toch weer niet. Ze hebben echt ook heel groot aanbod. En ze zitten op dit moment volgens mij op 70%. Toevallig wel echt lelijke items weer met 70%. Maar best wel veel mooie items met 50%. Ze hebben ook echt mega veel merken. Je ziet het al aan hoeveel merken ze met een A hebben. Twee, drie pagina's gewoon met een A. Niet normaal. Ze hebben gewoon bijna elk merk. Het is echt ziek. Matches & Fashion, zeker checken. En naast dat ze heel veel items hebben, hebben ze ook leuke verpakkingen. Klein leuk ding als je het binnen hebt, gewoon om je iets meer excited te maken. Maar ze werken ook weer met zo'n loyalty programma, dat heet Farfetch ook. Dat je bijvoorbeeld gratis verzending krijgt, dat je af en toe discounts krijgt, dat je soms private sales krijgt. Dus dat is bij Matches & Fashion en bij Farfetch. En misschien nog een paar die ik vandaag benoem, maar waarvan ik het gewoon niet zelf weet. Nummer 14, My Teresa. Eerst was dit een vrouwensite, maar tegenwoordig hebben ze ook een mannenafdeling sinds een jaartje ongeveer. Misschien iets langer al. De sale is nog niet heel erg geüpdate, maar het is wel gewoon een app die je kan downloaden. Check ze, hou ze in de gaten. Want ja, ze hebben ook hier redelijk wat designers. Wel een kleiner aanbod. View all. Bijvoorbeeld de A is gewoon nu even één pagina van, laten zeggen, 17 brands. Maar Balenciaga, Fendi, Gucci, Moncler, Nike. En dan gaan we naar de laatste. En deze zit in Limburg, want dit is Labels Fashion. Op dit moment 50% sale, dus daarom staat hij een beetje nek aan nek met Cradle Man. Er zijn twee grote shops en sites in Limburg. En dat is Labels Fashion en PL Line. Even nummer 16 voor jullie. Maar dan vind ik, denk ik, Labels Fashion wel een iets betere shop. Ik ben nooit in de winkels geweest. Ik heb er nog nooit besteld. Maar ja, ze hebben gewoon een best wel prima aanbod. En hier hebben ze ook gewoon de hottest brands. Dit is ook echt vergelijkbaar met voor. Zelf vind ik de modellen alleen een beetje alternatief. Niks per se mis mee, maar dat vind ik wel moeilijker als ik gewoon voor mijn item shop dat het niet gewoon een beetje een hippe persoon is, maar gewoon een beetje apartere modellen. Sorry als jij mijn video kijkt en jij bent toevallig de model. Ja, dat was de laatste site. Hopelijk heb je iets aan deze video. Ik zal natuurlijk alle 15 of 16 sites even in de beschrijving zetten. Nogmaals, knal even op een like. Vooral als je nog iets gescoord hebt door mij. En ik gaf gewoon Palm Angels weg die ik nog in de gaten blijf houden. Net zoals wat items op voor. Misschien ga jij iets kopen binnenkort wat ik nog heel graag wil kopen. Maar maakt niet uit. Ik gun het jullie. Ik heb ook al heel veel geshopt. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer zeker voor meer Trip Donderdag content, meer fitness content. Volg me ook zeker op Instagram, want wanneer het mooier weer wordt, ga ik zeker weer veel dope outfit foto's plaatsen. Dank jullie wel en dat was het. Later.